Hallo gamers, we kijken naar een gloednieuwe video en vandaag gaan we Farming Simulator 22 spelen. We gaan even kijken wat we gaan doen. Want als het goed is, heb ik met jullie het veld geoogst. Dus ja, ik wil nog even kijken of deze moet legen. Ja, deze moet nog legen. Nou ja, niet hierin. Ik doe hem wel eventjes hier zo legen. En dan kan die ander nog even kijken of die ergens anders nog moet worden geleegd. Zo, die doen we hierin. Nou, volgens mij heb ik niet met jullie geoogst. Of nou ja, volgens mij wel, maar het is lang geleden. Dus ja. Kijk wel even in die andere. Nou, hij zit aardig vol. Ja, dan gaan we een mulcher pakken. Dan gaan we eerst even een mulcher, denk ik. En jongens, ik heb vanaf nu waarschijnlijk ook de reacties aanstaan. Dus, nou ja, je kan ook in de reacties kijken en zo. Op YouTube. Ik ben ondertussen ook aan het streamen, daarom zie je rechts onderin nu een balkje. Dat komt omdat ik aan het streamen ben live. Want het is maandag en ik koppel daarom ook nu even dit af. Nou ja, en op maandag stream ik altijd. Dus zoals nu doe ik dat ook gewoon nu. En het is vakantie. En dat is ook wel fijn. Dan heb ik ook wat, ja ik weet niet, meer tijd ook weer niet, maar... Die gaan we weer daar neerzetten. Zo. Jongens, en als jullie nog willen zien dat ik met camera en dat ik op beeld opnam. Als je die video wil zien, dan moet je ergens in de Fortnite playlist kijken. Ik heb allemaal playlisten en er staat ergens van ja, voor het eerst op beeld en camera of zo filmen. Dus dat. Ik heb wel volgens mij nog iets geleegd de vorige keer. Ik weet niet meer helemaal wat. Maakt op zich niet uit. Maar... Zullen we nog een trekker kopen? Ik vind dat we nog een trekker gaan kopen. Eigenlijk wel even een mooie trekker. Beetje fatsoenlijke trekker. Nou, deze dan. We gaan deze kopen. En dan gaan we eentje verkopen. Die ik echt lelijk vind. Sorry jongens, ik moet jullie helaas wat teleurstellen dan. Want ik ga even kijken. Stajaar. Ja, Steyr, die gaan we er even uithalen uit de garage. En dan gaan we een John Deere kopen. Dat vind ik ook een mooi merk.
Als het goed is, doen we dan even zo. Hoe staat die? Ik wil er even uitgaan, denk ik. Of kan dat niet? Ja, oké, die ook resetten. Want dan gaan we... Even kijken hoor. We moeten eerst even deze op courseplay zetten. Ja, die moet even dicht. Die moet even daar naartoe rijden, nu, naar huis. Ga naar... Zo. Oh, nu heb ik hem weer gestopt. Nee. Ik zeg, ga naar... Ja. En nu goed uitstappen. Die gaat vanzelf rijden. Deze gaan we verkopen. Gewoon omdat het een lelijke trekker is. Omdat hij er gewoon echt niet uitziet. Dus dag. 17.000, nou dat gaan we niet doen. We gaan geen nieuwe lak erop doen, want dat kost veel geld. Even kopen. Oké, nou 20.000. Besef dat we 2.000 voor die trekker hebben gekregen. 2.000. Waar is hij? Hij staat nog niet ergens vast. Denk ik. Nee. Die zal aandraaien. Oké, mooi. Ja, ga dan maar op. Dan kopen we een nieuwe trekker. We kunnen ook nog een andere. Een Landini wil ook wel graag. Maar dat is echt te duur. Dus dat gaan we ook niet doen. We kunnen ook nog deze kopen, die is ook mooi. Brede banden, bla bla bla. Nou. Hartstikke idee gekocht. Plus nog even een voorlader. Gewicht. Ja, deze kopen. Hoppa. Nou, daar staat hij dan, de nieuwe trekker. We gaan eerst. Ik ben nu even zelf aan het rijden. Dat kan ik. Eventjes. Even kijken. Ja, die moet even daar nu zitten. En dan pakken we even de andere. Oké, afgekoppeld. Oké.
Zo. Er is geen plek meer om nieuwe eieren te plaatsen. Jongens, ik ga ook een keertje stoppen nog met deze map, denk ik. Voorlopig nog niet, waarschijnlijk, maar... Ja, misschien wordt dit wel mijn laatste Farming Simulator. Heel misschien. Want ja, het is een leuk wel, maar ik denk dat ik nu wel een beetje toe ben aan ook iets anders. Maar voorlopig sowieso nog niet. Ik weet nog niet of ik hierna nog een map ga doen. Want Farm Simulator 23 komt ook nog uit. En die wil ik ook graag spelen. Dus voorlopig nog niet. Maar Farm Simulator 23 komt ook nog uit. Daar ga ik waarschijnlijk nog wel in spelen. Omdat voor het eerst twee mappen uitkomen op de Nintendo. En dat vind ik best wel, ja, gewoon spectaculair. Ja, die trekker gaat wel langzaam in zijn versnelling. Hij... Lolly. Pot. Kijk hoe langzaam die gaat. Dit is niet goed hoor. Maar dat had ik ook in Elm Creek. Toen had ik deze trek ook als begin. En toen ging die zo langzaam. Nou, dat is toch gewoon niet normaal. Maar hij heeft wel veel pk. Daarom heb ik hem ook gekocht. Natuurlijk. Ik ga je niet eens weer op kunnen komen, joh. Nou, joh, misschien. Geen idee of de trekker er zelf ook nog bij op kan, maar oké. Laten we daar maar niet over praten. Het zal wel goed komen. Wat? Hij kan er gewoon achter. Oh, natuurlijk. Natuurlijk kan hij daar achter niet lang. Nou, dan gaan we de wiellader eerst starten. Dan. Nee, andere. Ja, deze. Dicht. Ja, hij kan helemaal dicht. Dat is mooi. En ja, dan gaan we. Met maar. Ik heb nu twee multjes en twee walsen. Omdat we dat nu ook nodig hebben, zeg maar, voor. Hoe heet dat? Voor de velden. Want we hebben nu vier velden. En dat is best wel veel op zich. Ja jongens, als jullie ook Farm Simulator 23 gaan spelen, laat het dan even in de reacties weten. En nou ja.
dat. Verkeerde weer. Deze. Starten. We gaan. Ik kan gewoon zo rijden. Als ik zo kan achteruit kan inparkeren, ga ik echt stuk. Maar dat kan niet, want ik kan niet eens fatsoenlijk draaien. Hier, nu gaat hij wel harder dan net. Oké. Zo. Oké, dan pakken we gelijk de mulcher. Daarna moeten we inzaaien. Dan bemesten. Toch? Ik weet het even niet meer. Ik heb al zo lang geen Farming Simulator meer gespeeld. Even kijken. Mulchen. Oké. Ja, dit moet na het zaaien. Dus ik moet eerst mulchen. Dan moet ik volgens mij bemesten. Dan inzaaien. En dan was. Dat was hem. Dat moet ik wel weer goed onthouden. Gelijk onze nieuwe trek uitproberen. Is toch mooi. Nou, dan pakken we even gelijk. Fiat erbij. Is dat de voorste? Nee. Nou, gaan. Gelijk even de andere mulcher pakken. En daarna de bemester pakken. Kijk, want dat is nou weer het voordeel als je zoveel trekkers hebt. Dan kan je meer dingen tegelijk doen. Kijk, als je dit spel wilt spelen, moet je wel gewoon echt weten hoe het moet. Want als je niet weet hoe het moet, dan heb je eigenlijk gewoon geld verspeeld omdat je... Ja. Omdat je het niet weet. En dat zou ik toch wel jammer vinden. Dus je kan beter dan Battlefield of zo gaan spelen, weet ik wat. Of wat je ook wil spelen. Want als je niet weet hoe dit moet, dan moet je ook gewoon dit niet gaan spelen. Want dat is echt gewoon geld verspillen. Want vroeger toen ik klein was, wist ik al wat een harvester was. Want toen was Farming Simulator alleen nog maar in het Engels volgens mij. Ik deed toen in 2014, die van 2014 deed ik op mijn telefoon. En toen wist ik echt wat we moesten doen. Omdat ik al het begreep. En ik ben zelf ook een beetje opgegroeid op een soort van boerderij. Dus je moet geen geld gaan verspillen hieraan.
Want het is nogal duur als je Farming Simulator 22 wil. Dan moet je gewoon weten wat je moet doen. En punt uit. Ja. Oké. De dek gaat dicht. Dan pakken we een andere trekker. Ik wil even de bemester pakken. Zo. Hier, deze is nog helemaal gevuld. Ik ben sneller. Ja! Deze is voorlopig nog niet klaar. Dus we zetten hem gewoon hier neer. Dan kunnen we in ieder geval even die... Is die al ingezaaid? Ik heb geen idee. Nee. Dan pakken we nog een trekker. Tenminste, wat ik... Ja, nee, dat hoeft niet. We gaan gewoon zaaien. Als we deze uit hebben. Oké. We gaan inzaaien. En even kijken. Zaaimachine. Van de zaaimachine hoeven we er op zich nog geen twee van te hebben. Oh shit. Ik mag terug gaan rijden naar de winkel. Want ik heb bijna geen zaad meer erin zitten. Dat is niet heel handig. Oké, dat zag ik gelukkig wel op tijd, want ik wou net even gaan kijken en ik zag gewoon 130 liter. En dat is zo weinig. Daar gaan we nog niet eens een hele baan mee kunnen doen waarschijnlijk. Oké, we zijn er. Yes, precies genoeg. Want ik heb geen zin om straks nog een keer terug te rijden om een halve bak te vullen. Gewoon ongeveer precies genoeg. Dat is wel mooi. Besef wel dat die dingen er al vanaf het begin staan. Oh. We kunnen ook nog een opslag maken. Dat wil ik ook nog wel doen. En laat ook gewoon in de reacties achter wat jullie nog meer willen maken hier zo. Of dat ik nog meer land moet kopen.
Want ik maak het voor jullie en jullie moeten ook een beetje meehelpen met het bepalen van wat er allemaal op de boerderij moet staan. Oh, hier is hij al klaar. Daar is hij ook al klaar. Nou, dan dat veld alleen nog. Zet ik deze alvast aan het werk. We zijn hier ook nog even mee bezig. Even wat kijken, jongens. Oh ja. Zo. Drie Fiat Agri's op een rijtje. Niet op een rijtje, maar... Oké. Ja, dit gaan we vast. Zo. En nu de bocht maken. Je zou toch maar zo'n groot veld hebben. Voor mij is dit een heel klein veld, omdat het in Farm Simulator is. Maar als je zo'n groot veld hebt in je tuin. Of ergens anders. Zo, dit stukje ook nog even meenemen. Oké, die ruimen we op. Oh shit, hoe moet die nog? Ik zet hem zo nog even aan de kant. Die zetten we even een klein beetje aan de kant.
Kijk hoor. Volgens mij hebben we zo'n beetje alles opgeruimd hier. Nou, alles opgeruimd. Dat is mooi. Ja. Nou jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het dan leuk? Doe natuurlijk een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en op belletje klikken. Op het belletje te klikken. Drukken. En zie je ze altijd de volgende keer. Later!